We blikken uitgebreid terug op de bekerstunt van Roda JC. Want Roda knikkerde gisteravond titelkandidaat PSV uit de beker. Beelden van de wedstrijd mogen we helaas niet laten zien. Maar vanochtend op de training was de blijdschap groot. Complimenten vandaag van de fans voor de spelers van Roda JC. Grote man was gisteren Hisham Faik, de maker van het winnende doelpunt. En dat deed hij met deze linkervoet. Ja, ik heb wel aardig wat doelpunten gemaakt. Van afstand ook, met links. Afstandsschoot. En ik heb wel eens ook met vrije trappen gescoord, dus het is niet de eerste keer. Het blijft natuurlijk wel een opmerkelijk verhaal. Vrijdag verliezen van de hekkensluiter van de Jupiler League. Dit is de 3-0 voor RKC en daarmee is de afstraffing compleet. Roda wordt volledig de kakker gezet in Waalwijk. En op dinsdag winnen van de koploper in de Eredivisie. Ik ben wel opgelucht. Ja, dat wel. Laat duidelijk zijn, vrijdag was gewoon echt een hele slechte dag. En ik noem het niet eens een off day meer, want het is niet de eerste keer dat het je overkomt. Dus er was nu wel een keer een grens bereikt. En die hebben we ook met z'n allen opgezocht, laat ik het maar zo zeggen, voor de wedstrijd tegen PSV. En ik denk dat PSV, dat heb ik al eens eerder gezegd, het juiste medicijn was om dit weg te spoelen. Nou, dat hebben we gisteren wel uitstekend gedaan. De supporters waren blij vandaag, maar juichen niet te hard. We moeten niet naar de top in. Hè. We moeten voorzichtig zijn. Want zondag komt Fortuna en dan moeten we kijken hoe het dan afloopt. En zo werd er na de training in het zonnetje nog even nagepraat over de bijzondere wedstrijd van gisteren. Ja, Roda kan niet al te lang stilstaan bij die mooie overwinning op PSV. Want Roda is natuurlijk ook nog altijd in de race voor het kampioenschap in de Jupiler League. Zondag is de volgende horde op weg naar misschien wel dat kampioenschap. Dan komt Fortuna Sittard op bezoek. Doe hem best. Vandaag mocht er nog geduld worden op de training. Maar vanaf morgen gaat het vizier op Fortuna Sittard. En dan is het mooi dat Fortuna komt. Ik bedoel, dat is altijd spannend. Dat is een derby. Ja, goed, daar komt van alles bij kijken. Dus daar moeten we vooral van genieten. En dan moeten we het zo doen zoals we tegen PSV gedaan hebben. En zeker wat de instelling betreft. Bij de eerdere ontmoeting tussen beide ploegen aan het begin van dit seizoen ging de winst naar Roda JC. Toen werd het 0-2. De ploeg van René Trost heeft gisteren genoeg zelfvertrouwen getankt. Maar ik denk als we de instelling en de bereidheid kunnen tonen van gisteren, kunnen opbrengen en het voetbal ook gewoon op hoog niveau hebben, dan moet je die 3 punten gewoon thuis kunnen houden. Zondag dus de derby tegen Fortuna Sittard en woensdag wacht Excelsior in het bekertoernooi.